Als eerste nieuwe ondernemer die gecoacht werd door de stichting Start Je Winkel in Almelo, opende Zoe Laupatti haar zaak. By Zoe Food Lifestyle is te vinden in de Grote Straat Noord, schuin tegenover Rohof. En toen burgemeester Gerritsen hoorde van haar plannen, bood hij onmiddellijk aan om By Zoe Food Lifestyle te openen. Een dag die hier aan de Grote Straat Noord het begin inluidt van weer een nieuwe winkel. In, laten we maar eerlijk zijn, een kwetsbaar deel van onze winkelstraat. De Grote Straat Noord is kwetsbaar, waar het vroeger de citypromenade was met veel drukte. Is het nu toch op een aantal plekken, geeft de Grote Straat zorgen. En dan is het geweldig dat er ondernemers, meervoud zijn, die een project met elkaar hebben gestart. Start Je Winkel, waarin ondernemers, middenstanders elkaar helpen om te beginnen. Of om nieuw te beginnen, of om groter te worden, of om tot bloei te komen hier aan de Grote Straat. Nou, dit is een winkel waarin ik wil proberen om het verantwoord leven mogelijk te maken voor mensen. Dat het betaalbaar is, dat het leuk kan zijn, dat het helemaal niet saai hoeft te zijn. En ik verkoop onder andere mijn kleding van biologisch katoen in Nederland gemaakt. Nou, is verantwoord. Ik heb mijn alcoholvrije wijnen, zodat je een wijntje kan drinken tijdens je lunch. Wil je toch met alcohol, dan heb ik ze biologisch. En anders, ik heb ook nog een kleine lunchkaart erbij. Mijn kleding kan ik ook verkopen. Ja, dat is wat ik doe. En sorry, jij bent daar de eerste van die handschoen heeft opgepakt. En dat is op de eerste plaats al iets waar je heel erg trots op mag zijn. Dat je dat gelukt is. Maar wat nog belangrijker is dat het iemand is, dames en heren, die op zo'n jonge leeftijd, nog zonder een diploma, komt volgende maand, geloof ik. Hè? Nee, over een paar maanden. Over een paar maanden zelfs. Zonder een diploma op zak, maar toch daarop vooruitlopend al ondernemer wil zijn. Ja, ik ben 18 jaar, dus het is inderdaad nog wel bijzonder. Ik ben de jongste van ondernemer van Almelo. Die titel mag ik ook dragen en daar ben ik heel trots op. Ik ga nog naar school. Ik moet toch ongeveer nog tot juni. Als ik mijn examen haal, ben ik klaar. En daarna ga ik vol voor de winkel. Dus nu zal ook de openingstijden zullen ook wisselend zijn, omdat ik een BBL-opleiding doe. Ik werk nog ergens anders, maar hou dan de Facebook en Instagram in de gaten. Ik stel voor dat we het glas heffen op het succes van Zoe Laupatti hier bij Zoe. Proost.